in de Lierse Breëlee wordt zaterdag weer een local swim gehouden. Het evenement wordt om de twee jaar georganiseerd door Stichting ALS Westland. 700 zwemmers duiken het water in en komen na 2 kilometer zwemmen hier weer aan wal. Door de droogte van de afgelopen tijd is in het Delfland gebied de waterkwaliteit flink achteruit gegaan. Blauwalgen zorgden ervoor dat er op veel plaatsen een negatief zwemadvies is afgegeven. Zwemmen in open water werd zelfs ten zeerste afgeraden. Het klinkt daarom misschien raar dat er zaterdag gewoon kan worden gezwommen. We hebben de afgelopen 4 weken elke week metingen gedaan naar blauwalgen en bacteriën en daar zijn geen verontrustende dingen uitgekomen. Dinsdagavond waarschuwde het Hoogheemraadschap van Delfland voor botulisme. We hebben op een aantal plaatsen al wel botulisme aangetroffen. Meestal zie je dat aan vogels en vissen. Die zijn daar zeer gevoelig voor, dus die leggen als eerste het loodje, zou ik maar even zeggen. En daarin kan je dus meestal als je verschillende kadavers bij elkaar ziet, kan je er wel van uitgaan dat daar een botulisme plaatsvindt. Als het water warmer is dan 20 graden, is de kans op botulisme het grootst. Het water is weliswaar boven de 20 graden, maar het stroomt. Dus wat dat betreft zijn de risico's of de kans dat botulisme hier op gaat treden is veel kleiner. Dat leeft vooral in stilstaande, kleine, ondiepe plassen. Nou, dat is dit niet. Deze zwemmer is alvast aan het trainen. Ja, het begin is het even koud, maar als je eenmaal bezig bent is het gewoon lekker warm. Af en toe voel je wel een takje of een steentje. Maar ik draag ook waterschoenen, dus op zich is het gewoon goed te doen. En ook de regen kan zorgen voor de verbetering van de waterkwaliteit. En aan de andere kant heb je ook wel eens echt hard regent. Dat dan rioloverstorten zeg maar, kunnen plaatsvinden. Die dus het water uit de riolering kunnen we dan niet meer kwijt. En dat komt dan in het oppervlaktewater terecht. Maar in ieder geval geen problemen dus voor het evenement. En dat is goed nieuws voor de stichting. Inmiddels is er al ruim €336.000 opgehaald. En het geld blijft maar doorstromen. Net zoals het water.